Goedemiddag, hartelijk welkom allemaal. En heel fijn en leuk dat u vandaag deelneemt aan deze webinar over Rwanda. We zijn bij Talisman vanuit huis ook allemaal aan het werk en daarom geef ik deze webinar ook vanuit huis. Het zal ongeveer 30 minuten duren en daarna is er uiteraard tijd om uw vragen te beantwoorden. Mocht u al vragen hebben dan tijdens de webinar, dan kunt u die al stellen via de chatfunctie die u waarschijnlijk onder in uw beeldscherm ziet staan. Mijn co-host vandaag, Femke van Treijen, zal de vragen verzamelen en aan het einde van de webinar zal ik die dan beantwoorden. Omdat we op dit moment niet onze presentatieavonden kunnen geven zoals we die normaal gesproken bij Talisman graag doen, zijn we een aantal weken geleden gestart met het geven van deze webinars. En inmiddels is dit onze vijfde webinar. We vinden het uiteraard heel erg leuk om te horen wat u hiervan vindt. Dus mocht u feedback hebben of opmerkingen, dan horen we dat uiteraard ook heel erg graag. Ik ga mijn video nu uitzetten, dus u kunt mij zo meteen gewoon horen tijdens de webinar. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Martine Klaasens. Ik ben zo'n 15 jaar geleden voor het eerst naar Afrika gereisd en eigenlijk voelde ik me daar direct al thuis. Daarna volgde er dan ook vele reizen naar alle safari-bestemmingen in Afrika. Zo'n 13 jaar geleden ben ik het toerisme ingerold en inmiddels werk ik alweer zo'n 8 jaar bij Talisman als Afrika-specialist. Momenteel houd ik me bezig met onze safari-bestemmingen. Als landenspecialist, maar vooral ook met het ontwikkelen en onderhouden van onze producten en het opzetten van nieuwe bestemmingen. De foto's die u hier ziet zijn allemaal gemaakt tijdens mijn reis door Rwanda afgelopen augustus-september. Het was een van de mooiste reizen die ik gemaakt heb, kan ik wel zeggen. En het is wel bijzonder, want Rwanda heeft natuurlijk best wel een heftig verleden. En dat bleek ook wel, want wanneer ik vertelde dat ik naar Rwanda ging, dan was eigenlijk de eerste vraag die iedereen stelde, is dat wel veilig? Het is zeker veilig. Het is een van de veiligste Afrikaanse landen om te bereizen. En bovendien ook een van de schoonste landen. En vandaag vertel ik u graag meer over deze bijzondere bestemming. Er zijn vandaag ook een aantal luisteraars die nog niet eerder met Talisman hebben gereisd. En ik zal dan ook even kort vertellen wie wij zijn. Talisman is al meer dan 25 jaar een maatwerkspecialist op het gebied van luxe en bijzondere reizen. Met name naar verre bestemmingen. Maar inmiddels hebben we ook een aantal Europese bestemmingen aan ons aanbod toegevoegd. We zijn erg selectief in wat we aanbieden. We zijn dus altijd op zoek naar bijzondere, vaak kleinschalige accommodaties, bijzondere belevenissen, excursies. En onze specialisten reizen regelmatig naar hun bestemmingen om op die manier op de hoogte te blijven van wat zich daar allemaal afspeelt. En er ook zeker van te kunnen zijn dat wat we aanbieden ook het juiste is en wat ook binnen ons aanbod past. We werken dan daarna samen met u graag een passend reisvoorstel uit, wat helemaal aan uw wensen voldoet en waarbij het optimale uit uw reis wordt gehaald. Karibu, welkom in Rwanda. Karibu betekent ook welkom in het Swahili, een van de talen die in Rwanda wordt gesproken. Engels is de voertaal, daarnaast wordt er Frans, Swahili en Kinyarwanda gesproken. De hoofdstad van het land is Kigali. Dat ziet u op het kaartje in het midden van het land liggen. U kunt Rwanda bereiken door middel van een vlucht vanuit Amsterdam. Het makkelijkste is om met KLM te vliegen. Zij vliegen rechtstreeks naar Kigali met soms een tussenlanding in Oeganda waarbij u het toestel niet hoeft te verlaten. De vliegtijd bedraagt ongeveer 8,5 uur. Er zijn uiteraard ook andere mogelijkheden om naar Kigali te vliegen, maar dan heeft u altijd een overstap nodig. Het tijdsverschil, in onze zomer is er geen tijdsverschil met Kigali en in de winter is het 1 uur later in Rwanda. Rwanda is qua oppervlakte ongeveer 2/3 van Nederland en er wonen 13 miljoen mensen. Visum is heel gemakkelijk bij aankomst te verkrijgen. Dat gaat heel eenvoudig. De kosten bedragen momenteel €50.
En wat Talisman doet, is een VIP meet and greet regelen bij aankomst op de luchthaven. Zodat u al voor de douane welkom wordt geheten. En zodat u ook wordt geholpen met het aanschaffen van het visum en met het ophalen van de bagage. Er zijn verschillende manieren om door Rwanda te reizen. Een van de meest voorkomende is reizen met een privéchauffeur-gids. Dat is dan vaak dezelfde persoon die u de hele reis zal begeleiden. Onze lokale partner waar we mee samenwerken, die heeft een aantal vrouwelijke gidsen in dienst, wat best wel bijzonder is. Dat komt nog niet zo heel vaak voor en dat geeft toch een andere sfeer, een andere energie dan wanneer u met een mannelijke gids reist, wat overigens ook goed mogelijk is. Zelf heb ik tijdens mijn reis met een vrouwelijke gids gereisd, Dalida. Een heel fijn en warm persoon met heel veel kennis en ontzettende boeiende verhalen die zij vertelde. En we proberen eigenlijk altijd haar te regelen voor onze reizigers. En tot dusver is ook iedereen echt heel enthousiast teruggekomen. Wat wel belangrijk is om te weten, eigenlijk zijn alle gebieden in Rwanda over land te bereiken. Maar reizen duurt een stuk langer dan hier in Nederland. Doordat Rwanda heel erg heuvelachtig is. En het wordt dan ook niet voor niks het land van de 1000 heuvels genoemd. Air Rwanda is de lokale luchtvaartmaatschappij. Er is momenteel 1 binnenlands traject dat gevlogen wordt. Vanuit Kigali naar het zuidwesten van het land. Dus dat kan een optie zijn om toch een stukje van de afstand op die manier te overbruggen. En anders is er een mogelijkheid om met een helikopter te reizen. Een aantal van de luxere hotels hebben een eigen helikopterplatform. En op sommige trajecten gaat er ook een soort helikopterlijndienst, is het eigenlijk, op vaste dagen in de week. Rwanda ligt net onder de evenaar en het klimaat is daardoor tropisch. De temperaturen die variëren tussen de 20 en de 35 graden, maar dat verschilt nogal waar u zich bevindt in het land door de hoogteverschillen. Maar over het algemeen is het klimaat heel erg aangenaam. Kigali bijvoorbeeld, dat ligt boven zeeniveau en de gemiddelde temperatuur is daar zo'n 26 graden. Waar wel even rekening mee gehouden moet worden is het regenseizoen. Rwanda kent een nat en een droog seizoen. En in april, mei is de lange regentijd. Dan kan het dagelijks regenen. Hoeft geen reden te zijn om niet te gaan. Alleen is het wel belangrijk om even te weten dat dan bijvoorbeeld de paden van de trekkings, de wandelingen, minder goed begaanbaar zijn. En dat het dus wat moeilijker kan zijn. Ook in november valt over het algemeen iets meer regen dan in de andere maanden. Waarbij ik nog wel wil aangeven dat het zo is dat op de grotere hoogtes vaak wat meer regen valt dan in de lager gelegen gebieden. Dus ook lokaal kunnen daar best wel verschillen in zijn. Ik wil graag een korte video laten zien over wat u van Rwanda kunt verwachten wanneer er weer gereisd kan worden. Tijdens vorige webinars hebben we te horen gekregen dat de kwaliteit soms wat hapert. Mocht dat zo zijn, dan kunnen we de link van de video ook altijd nog even naar u toesturen. Maar we gaan het gewoon even proberen. The world has gone quiet. Our borders have closed. The skies are empty, but our hearts still beat loudly for connecting the world to our culture, our history, and our natural beauty. We stand for unity, for being together. That's why we know this difficult time will pass. And when it does, we'll greet our friends and family with the biggest smiles and the tightest hugs. We'll travel the world again, exploring new destinations. Feeling that rush of adrenaline. We'll discuss matters of the world and exchange ideas. We'll dress up, go out, and taste new delights. We'll climb that mountain, swim those waters, and trek to experience the wonders of nature. But for now, let's stay home.
and stay safe. The world will open for business once more. And when it does, we'll be waiting with open arms. We can't wait for you to visit Rwanda soon. Ik wil graag een aantal gebieden aan u gaan toelichten. De belangrijkste gebieden, denk ik, wanneer u overweegt om een reis door Rwanda te ondernemen. En dan begin ik met Kigali, de hoofdstad van Rwanda. En zoals u al ziet, ligt dat centraal in het land, in het geografische centrum ook. Kigali is altijd het aankomstpunt van wanneer u een reis maakt. En het is ook zeker de moeite waard om hier wat tijd door te brengen, om een indruk van het land te krijgen en alvast wat te acclimatiseren. Kigali is eigenlijk een mix van een authentieke Afrikaanse stad en een moderne, snel ontwikkelde moderne stad. En dat zorgt voor een interessante combinatie van oud en nieuw. Er zijn hier een aantal bijzondere dingen te zien. Musea ook, hele mooie musea. Maar het belangrijkste genocide memorial van Rwanda ligt ook in Kigali. En een bezoek daaraan, ja, dat adviseer ik toch altijd om dat aan het begin van de reis te doen. Het kan behoorlijk emotioneel en heftig zijn, maar het geeft wel een hele goede indruk van het hele heftige verleden wat Rwanda kent. Ook wat voor impact de genocide heeft gehad, hoe dat heeft kunnen gebeuren, wat de achtergronden daarvan zijn. Dus het geeft wel een goed beeld van de hele genocide en de historie van het land weer. Qua accommodaties zijn er in Kigali met name de wat grotere hotels van internationale ketens en ook van Afrikaanse ketens. Het heeft niet direct onze voorkeur, maar dat is momenteel wel de beste optie om in Kigali te verblijven. Er zijn namelijk ook wel een aantal wat kleinere guesthouses en boutiquehotels, maar de kwaliteit daarvan is nog niet helemaal zoals wij dat graag zouden willen aanbieden. Een belangrijk fenomeen in Rwanda is Umuganda. En dat vindt iedere eerste zaterdag van de maand plaats. En iedereen is dan verplicht om community work te doen voor de gemeenschap waarin hij woont. En wat er dan wordt gedaan is bijvoorbeeld rotzooi opruimen. Ik noemde het eerder al, hè. Rwanda is een van de schoonste landen ter wereld en dat komt mede hierdoor. Maar er worden bijvoorbeeld ook straten gebouwd of huizen gebouwd. Eigenlijk net wat er nodig is. Umuganda vindt altijd 's ochtends plaats van ongeveer 7 tot 11 uur. En daarna is er een bijeenkomst in de gemeenschap. Dan worden er problemen besproken die er zijn of nieuws wordt doorgegeven. Maar er wordt ook veel gezongen en gedanst. En Umuganda is na de genocide in het leven geroepen. En eigenlijk als een initiatief om het land en ook de leefomstandigheden te verbeteren. En tegelijkertijd is het ook een sociaal gebeuren. En wanneer u zelf tijdens een reis tijdens Umuganda in Rwanda bent, dan is het ook heel leuk om mee te helpen met de werkzaamheden. En op die manier een steentje bij te dragen. Een uurtje buiten Kigali ongeveer ligt Bugesera. Dit is een reconciliation village. En hier leven eigenlijk de overlevenden van de genocide samen met de daders en de verraders. En het is best wel moeilijk om je voor te stellen dat mogelijk is, om bijvoorbeeld dus langs de moordenaars van je familie te wonen. Maar hier gebeurt dat dus. En ook dit is weer in het leven geroepen. Na de genocide moesten de daders bijvoorbeeld terugkeren naar hun dorp en vergeving vragen bij de overlevenden. En dat heeft natuurlijk tijd gekost. En in het begin overheerste er vooral veel angst en ook nog haat natuurlijk. Maar uiteindelijk is het hier gelukt om te vergeven en ook vooruit te kijken. En ik vond het zelf, ik ben hier ook geweest, was ik best wel sceptisch of dat zou werken. Maar ja, tijdens het bezoek hieraan, ik vond het heel indrukwekkend om te zien en ook om de verhalen te horen. Want je hoort een verhaal van een slachtoffer, maar ook van een dader bijvoorbeeld. Dus op die manier krijg je toch een beter perspectief van alle gebeurtenissen. In het oosten van Rwanda ligt het Akagera National Park. En dat is een echt safaripark. Vanuit Kigali, als u daar over land naartoe reist, is het een rit van ongeveer 3 uur naar de ingang van het park.
En dat is een hele mooie rit. En onderweg zie je ook heel veel van het lokale leven. Dus kinderen die naar je zwaaien, mensen aan het werk op de rijstvelden en motortaxis, dorpjes, eigenlijk alles komt voorbij. En je voelt je dan ook dat je echt in Afrika bent. Vanaf de gate, vanaf de ingang van het park, volgt dan een game drive naar het camp waar je verblijft. En een alternatief is om met een helikopter te reizen. Vanuit Kigali naar Akagera is dat ongeveer 20 minuten vliegen. Landschappelijk is Akagera een heel mooi park. Je ziet hier groene heuvels, rode aarde, diverse meren en ook hele grote papyrusmoerassen. En het interessante aan Akagera is dat je aan de ene kant van het park de savannelandschappen hebt en aan de andere kant de meren en de moerassen. Dus dat is echt wel een soort splitsing tussen. En die totaal verschillende landschappen die zorgen ook voor een heel groot verschil in dierenleven. Wat je hier kan verwachten qua dierenleven. Nou, de Big Five leeft hier. Dus die kan je met wat geluk zien. Maar verder zijn er ook heel veel bijzondere vogelsoorten. Meer dan 500 vogelsoorten leven in het park. Het leuke vind ik aan Akagera is dat je behalve game rides met een jeep ook boottochten kunt ondernemen. En dat geeft toch weer een heel ander perspectief. Zie je vaak ook hele andere diersoorten bijvoorbeeld. Het is wel belangrijk om even te weten dat je in Akagera niet dezelfde aantallen wild kunt verwachten als bijvoorbeeld in de Masai Mara in Kenia of als de Serengeti in Tanzania. Maar ik vind dat het een prachtig park is wat ook heel veel te bieden heeft. Het is al dus nog rustig qua toerisme, dus je vindt hier geen grote massa's. Het landschap is prachtig, je hebt overal fantastische uitzichten en de diversiteit is ook heel mooi. En ik was zelf tijdens mijn game drives en boottochten hier ook echt wel verrast wat ik allemaal gezien heb. Want eigenlijk al het wild wat je graag tijdens een safari zou willen zien, heb ik hier ook daadwerkelijk gezien. En verder zijn ze er nu onlangs ook achtergekomen dat in Akagera een bijzonder hoge luipaardpopulatie is. Dus het kans op het zien van luipaarden is hier ook bijzonder groot. De accommodatie waar wij als Talisman mee samenwerken is Magashi Camp. Dit is nog een vrij nieuwe accommodatie, ongeveer een jaartje geleden geopend. En het ligt in een eigen concessie in Akagera. Wat dus betekent dat je hier geen andere voertuigen zult zien, behalve die van Magashi Camp zelf. En zelf heb ik tijdens mijn game drives hier geen enkel ander voertuig gezien bijvoorbeeld. Het is een kleinschalig tented camp met 6 tenten, die allemaal uitzicht bieden op het meer. En vanaf de veranda heb je dus, kijk je uit op het meer. En eigenlijk hoef je het kamp al bijna niet te verlaten. Want vanuit mijn tent bijvoorbeeld zag ik voor me de nijlpaden in het water liggen. Op de achtergrond kwam een gigantische kudde buffels om te drinken. Dus je hebt direct al vanuit je tent echt dat safari gevoel. En het kamp is ook ingericht met heel veel lokale details. Je ziet onderin de zwart-witte patronen. Dat is ook kenmerkend voor Rwanda. Een volgende gebied wat ik graag eventjes wil toelichten is Nyungwe Forest in het zuidwesten van Rwanda. Vanuit Kigali bedraagt de rit over land naar Nyungwe ongeveer 6 uurtjes rijden. Waarbij er dan onderweg wel diverse stops worden ingepland bij culturele bezienswaardigheden. Zoals bijvoorbeeld het Paleis van de Koning. Maar het is een wat langere rit en als u dat liever niet wilt, dan is een alternatief hier ook weer een helikoptervlucht van ongeveer 30 minuten. Of de binnenlandse vlucht waar ik het eerder al over had, vanuit Kigali naar het zuidwesten van het land. En dan vervolgens een transfer van ongeveer 45 minuten naar Nyungwe. Nyungwe Forest is een echte tropisch regenwoud. Wat bijzonder is in Afrika, want er zijn er niet meer zoveel van. En het is echt een paradijs ook voor ecotourisme. Er leven hier 13 primatensoorten, maar ook wanneer u een liefhebber bent van flora, kunt u hier echt wel uw hart ophalen. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 150 orchideeënsoorten en 250 boomsoorten te zien. En bovendien wordt Nyungwe Forest ook gekenmerkt als een internationale important birding area, dus ook hier weer veel bijzondere vogelsoorten te zien. Een van de belangrijkste redenen om naar Nyungwe te gaan is het zien van de chimpansees. In de bossen van Nyungwe leven momenteel ongeveer 500 chimpansees, waarvan er 2 groepen gehabitueerd zijn en die dus bezocht kunnen worden. Tijdens een chimpanseetrekking dan verzamelt zich eerst bij het hoofdkantoor.
En van daaruit rij je in kolonnen met de gidsen en de trekkers en andere reizigers naar het gebied waar de chimpansees zich bevonden. En tijdens mijn trekking die ik hier heb gedaan, waren de chimpansees in Siamudongo Forest, een gedeelte wat verder weg ligt van, van het hoofdgedeelte van de jongen. Dus dat was een rit van ongeveer 1,5 uur rijden. En dan bij aankomst daar krijg je eerst een uitleg van de gids en dan ga je vervolgens op pad. Het is best wel intensief. Het is echt bergop, bergaf, klimmen, klauteren. En kan dus een behoorlijke pittige trekking zijn. Voor mij duurde het niet zo heel lang, ongeveer 3 kwartier lopen. En toen hoorden we in de verte al de chimpansees roepen. En ja, dat is wel een heel bijzonder moment als je daar dan als een soort van ontdekkingsreiziger door dat woud loopt en dan in de verte die apengeluiden hoort. Nou, dat is een hele mooie ervaring. Wanneer je dan echt de chimpansees gevonden hebt, dan mag je daar ongeveer 1 uurtje bij blijven. En de chimpansees, dat zijn hele bewegelijke dieren. Dus die springen vaak van de ene boom naar de andere. Waardoor je tijdens de trekking ook soms nog wel een aantal keren moet verplaatsen om ze een beetje te volgen. Soms komen ze ook heel dichtbij. Bij ons kwamen ze vlak voor me eigenlijk op de grond. Maar ze renden ook snel weer de bosjes in. Dat maakt het maken van foto's soms wat lastiger. Als dat uur voorbij is, dan is het weer teruglopen naar het beginpunt. En dan zit de trekking er weer op. Dit vindt altijd plaats in kleine groepjes van maximaal 8 personen. Dus ook om de dieren niet te veel te storen, maar ook om de exclusiviteit te waarborgen. En andere activiteiten die in Nyungwe te doen zijn, verschillende wandelingen zijn dan mogelijk. Variërend van ongeveer 1,5 tot 6 uur. Het varieert ook in zwaarte natuurlijk qua wandeling. Het is wel belangrijk om altijd van tevoren een permit daarvoor aan te schaffen. Canopy tocht kan hier gemaakt worden. Dus echt een wandeling waarbij je een stuk boven de boomtoppen loopt. Om op die manier een heel ander perspectief ook op het woud te hebben. En dus diverse andere primatensoorten die hier te zien zijn, zoals bijvoorbeeld colobus-apen, die tijdens de trekkings gezocht kunnen worden. Qua accommodaties, het aanbod in Nyungwe, in en rondom Nyungwe, is niet zo heel erg groot. Aan de ene kant heb je het hele luxe One and Only Nyungwe House. En een andere optie zijn de hele eenvoudige guesthouse, waar wij bij Talisman niet voor kiezen. Dus eigenlijk de enige optie die wij hier momenteel aanbieden is het One and Only Nyungwe House. Heeft een prachtige ligging, echt aan de rand van het regenwoud, op een werkende theeplantage. Zijn 19 kamers verdeeld over 5 houten villa's. En vanuit elke kamer heb je echt uitzicht op dat tropische regenwoud. En ze liggen dus allemaal aan de rand van de theeplantage. Het is een hele luxe accommodatie. Ook bijvoorbeeld met een spa en een zwembad. En ook op culinair gebied is hier is alles echt tot in de puntjes verzorgd. Het is ook mogelijk om vanuit bijvoorbeeld One and Only een dagtocht naar Lake Kivu te maken. En in dat geval dus naar het zuiden van Lake Kivu. Lake Kivu is het derde grootste meer van Afrika, na Lake Victoria en na Lake Malawi. En het is ook een belangrijke scheidslijn tussen Rwanda en Congo. Voor Rwanda zelf is dit een belangrijke strandbestemming, omdat Rwanda natuurlijk ingesloten ligt tussen andere landen en dus niet direct aan een oceaan, wordt Lake Kivu vaak gebruikt als een strandbestemming. Je hebt hier wel mooie stranden, maar daarnaast is het ook een bestemming waar je actief kan zijn. Dus bijvoorbeeld mountainbiken, kajakken, dat is allemaal veilig om te doen hier. Het is zeker ook mogelijk om een aantal dagen bijvoorbeeld bij Lake Kivu te verblijven in plaats van zo'n dagtocht te doen. Maar ook hier is het aanbod qua accommodaties nog niet zo heel groot. En is het dus of een heel vrij eenvoudige guesthouses, of aan het noorden van Lake Kivu ligt een wat groter hotel, wat we af en toe wel eens gebruiken, maar wat qua niveau en qua service nog niet helemaal top is. Volcanoes National Park, helemaal in het noorden van Rwanda, is eigenlijk het belangrijkste gebied toeristisch gezien. En ook de reden waarom mensen naar Rwanda gaan doorgaans. Vanuit Kigali is het zo'n 2,5 uur rijden. Het park Volcanoes is genoemd naar de vulkanen in dit gebied. Waaronder de Karisimbi-vulkaan. Dat is de op 5 na hoogste berg van Afrika.
En eigenlijk als je bij richting het noorden rijdt, dat landschap verandert. Je ziet echt die prachtige vulkanen. Dus het is landschappelijk ook een heel mooi gebied om naartoe te gaan. En het noorden van Rwanda is sowieso wat meer ontwikkeld dan de andere delen van het land. Dat merk je bijvoorbeeld ook aan de voorzieningen. Er zijn meer accommodaties, maar je merkt het ook aan de infrastructuur. En je zult ook merken dat het hier wat drukker is dan in de andere delen van het land. Een van de belangrijkste redenen om hier naartoe te gaan is het maken van een gorilla-trekking. Een van de vragen die we vaak krijgen is waarom een permit voor een trekking in Rwanda zoveel duurder is dan in Oeganda. De prijzen zijn op dit moment in Rwanda namelijk $1500 voor een permit en in Oeganda $700. De regering van Rwanda heeft een tijdje terug besloten om die prijs zo hoog te maken. En dat heeft echt alles te maken met het behoud van de soort, maar ook het respect voor de lokale communities die rondom het park wonen. Want door alle inspanningen die er zijn op het gebied van natuurbehoud, op het gebied van het beschermen van de gorilla's, is de populatie gorilla's weer gegroeid. En momenteel zijn er iets meer dan 1000 berggorilla's. Maar wat ook betekent, als het aantal gorilla's groeit, betekent ook dat er meer leefgebied nodig is. En de inkomsten die gehaald worden uit die permits, die worden gebruikt echt om de parken te beschermen. Ook om dat leefgebied van de gorilla's uit te breiden. Maar ook om de lokale communities die aan de rand van het park worden te ondersteunen en eventueel te verplaatsen als dat nodig is. Dus dat is de reden dat de prijs zo hoog is. Nou, hoe gaat zo'n trekking nou eigenlijk in zijn werk? Net als bij de chimpansees moet je ook hier 's ochtends bij elkaar komen bij het hoofdkwartier. En daar komt dan iedereen samen die dag de trekking gaat doen. Je wordt dan ingedeeld in groepen van ook weer maximaal 8 personen. En op dit moment zijn er 12 gorilla-families die te bezoeken zijn. Ze worden niet allemaal dagelijks bezocht. Dus het aantal permits is ook schaars en het is daardoor een vrij populaire activiteit waarvoor permits op tijd moeten worden aangeschaft. Zodra het bekend is welke groep je toegewezen krijgt, ga je eigenlijk op pad naar het beginpunt van de trekking. En dat kan voor iedere groep dus ergens anders zijn. En het eerste stuk van die trekking loop je door verschillende dorpjes, echt over de landbouwgronden. Dan ga je vervolgens langs de rand van het park en daarna ga je echt het park in. En op dat moment wordt er contact gelegd met de trekkers die al voorop zijn gegaan om te kijken of ze de gorilla's al hebben gevonden en welke kant je dan ongeveer op moet. Dat gaat geleidelijk aan, ga je echt door wat meer dicht begroeid begroeiing lopen en je ziet onderweg nog soms de mooie uitzichten op de vulkanen, op de omringende landschappen. Maar er geleidelijk aan kom je steeds dichter bij de gorilla's. En wat nog wel belangrijk om te weten, vooraf kun je aangeven of je een lichte, een medium of een zware trekking wilt. En daar wordt dan rekening mee gehouden. Tijdens mijn trekking was ik ingedeeld in een medium groep. Maar we hadden geluk, want eigenlijk vanaf het moment dat we bij de parkgrens waren en we de trekkers gecontacteerd hadden, bleek dat de familie maar ongeveer een uurtje bij ons vandaan was. Wat dus niet een al te lange wandeling is. En dan ga je op pad. En dat is op zich al vrij spannend als je door dat bos loopt natuurlijk. En bij mijn trekking was het zo dat ongeveer al na een half uur, drie kwartier, ik liep achteraan in de groep en vooraan ontstond wat rumoer. En wat bleek, we moesten opeens heel snel het pad af, want er kwam zomaar een gorilla het pad opgelopen. En dus iedereen snel de bosjes in en hij liep zo precies langs ons heen en verdween daar ook weer in de struiken. Dus de gorilla's waren eigenlijk al naar ons toegekomen, dichterbij dan we hadden verwacht. Nou, op dat moment moet je alle spullen achterlaten, alleen een camera mag mee. En dan ga je echt naar de gorilla's toe. Op het moment dat je ze dan hebt gevonden, dan mag je daar een uur bij blijven. En dat is echt een unieke ervaring. Je wordt eigenlijk omringd bijna wel door de gorilla's. In mijn geval zaten ze boven me, achter me, voor me. Ja, helemaal tussen ze in bevond ik me. En soms moet je een stukje door de bosjes kruipen om weer wat dichterbij te komen. Je moet officieel een aantal meters afstand houden. Maar ja, de gorilla's komen vaak ook gewoon naar je toe. En dan is het de bedoeling dat je zelf wat achteruit gaat. In mijn geval kon ik niet achteruit, want ik zat al helemaal tegen een boom aan, zeg maar. En er kwam dus een babygorilla naar me toe gerend. En die aaide me over mijn arm. Nou, dat is echt een kippenvel moment.
Ook wel een beetje spannend natuurlijk als ze zo naar je toe komen rennen. En vooral de grotere, de volwassen gorillas, dat zijn natuurlijk gewoon enorme beesten. Maar ja, het is een hele unieke en ook wel emotionele, prachtige ervaring eigenlijk om dat mee te mogen maken. Ik heb hier ook nog even een kort filmpje. Even kijken of deze het doet ook. Ja, wat een impressie geeft van zo'n trekking. Naast het zien van de gorilla's zijn er in volcano's, in en rondom volcano's, ook nog andere activiteiten mogelijk. Culturele activiteiten bijvoorbeeld. Zo is er een community, Red Rocks Community heet dat, waar voormalige stropers bijvoorbeeld nu voorlichting geven. En deze community dient ook als een voorbeeld van hoe locals eigenlijk met elkaar kunnen zorgen voor een structureel inkomen. En wat je daar kan doen is dus inderdaad informatie krijgen, maar ook traditionele dansen zien. Zien hoe er bananenbier wordt gebrouwen, dat soort zaken. Daarnaast zijn er in het park ook andere trekkings te doen. Bijvoorbeeld op zoek naar de golden monkeys die hier op de foto te zien zijn. Dat is ook een trekking waarbij je ook ongeveer een uur weer bij de apen mag blijven. Maar dit is vaak een wat eenvoudigere trekking omdat ze zich aan de rand van het park wat meer bevinden. En net in het filmpje zag ik het al eventjes dat ook het bezoek van het graf van Diane Fossey een mogelijkheid is. Dus dat is weer een andere trekking. Dus zo is er van alles eigenlijk te doen in dit gebied. Qua accommodaties is er een wat breder aanbod. Ik laat zo meteen een drietal voorbeelden zien. Dat zijn alle drie wel echte wat luxere onderkomens. Er zijn zeker ook wat accommodaties die net een iets ander niveau hebben. En die we ook aan kunnen bieden. Maar voor deze presentatie heb ik gekozen om degene aan te bieden waar we ook het meeste mee samenwerken. En dat is bijvoorbeeld de Bisata Lodge die u hier ziet. Die ligt aan de rand van volcano's. Sowieso liggen alle accommodaties aan de rand van volcano's of een stuk verder daar vandaan. Omdat in het park mogen er geen accommodaties gebouwd worden, uit respect ook voor de gorilla's. Dus aan de rand daarvan liggen dan de luxere lodges. Bisata Lodge heeft een hele bijzondere bouwstijl. Is eigenlijk gebaseerd op het Koninklijk Paleis in Nyanza. En heeft 6 kamers, dus heel kleinschalig. En prachtig uitzicht ook weer op de Bisoke-vulkaan die u hier bovenin ziet. Gebruik gemaakt van lokale details, lokale bouwmaterialen ook. En wat bijzonder is, is dat 50% van het personeel ook echt uit de omringende communities komt. En die hier dus aan het werk worden gezet. Om hun ook een betere toekomst te geven. En daarnaast doet de Bisata Lodge ook veel bijvoorbeeld op het gebied van herbebossing. Andere ondersteuning van andere communities en dergelijke. Een andere luxe lodge is de Singita Quitonda Lodge. Ook aan de rand van volcano's. Is een duurzaam gebouwde lodge, ook weer met lokale materialen, zoals vulkanisch gesteente en bamboe. Hier zijn 8 suites en die zijn heel anders dan wat we net bij Bisata zagen. Dit zijn echt wat moderner, met hele hoge ramen. Ook wel met gebruik gemaakt echt wel van die Afrikaanse touch. Alle suites hier hebben een eigen plungepool en waar Singita voor staat is eigenlijk duurzaam ecotourisme op een hoog niveau. En dat zie je ook doordat ze
veel bezig zijn met lokale projecten. Zo hebben ze bijvoorbeeld een eigen kwekerij om bij te dragen aan het uitbreiden van het leefgebied van de gorilla's. Een eigen groentetuin voor de maaltijden en dergelijke. Dus ook op culinair gebied een hele prima plek om te verblijven. Sabinho Silverback Lodge, die ligt qua niveau net wat onder Bisate en Singita. Maar is een hele leuke lodge om te verblijven. En bijzonder hieraan is dat die volledig eigendom is van de omringende gemeenschap. Dus dat is echt wel uniek. En als gast draag je dan ook direct bij aan de ontwikkeling van de omgeving. En momenteel zijn er al meer dan 5000 gezinnen voorzien in hun levensonderhoud door deze lodge. Dus al meer dan $3 miljoen aan uitgegeven bijvoorbeeld. Dit is ook een kleinschalige lodge, 9 cottages en suites. Een hele andere stijl weer. Dus dit is meer ingericht in een landelijk Engelse stijl eigenlijk. En de wat voordeligere accommodaties, de wat kleinschaligere guesthouses bijvoorbeeld, die liggen over het algemeen een heel stuk van Volcanoes af. In Ruwengeri, dat is de stad daar, Musante. Dus daar vinden we wat accommodaties van een wat ander niveau. Gorilla's One and Only Gorilla's Nest, dat is een nieuwe accommodatie. Deze heb ik zelf helaas nog niet gezien, want toen ik in Rwanda was, werd deze nog volop gebouwd. Eind 2019 is die open gegaan. Bestaat uit 21 kamers, die zijn allemaal op houten palen gebouwd. En One and Only hier is wat moderner, met wel een vleugje Afrikaanse inrichting daarin, zoals je op de foto's wel kan zien. Deze accommodatie heeft wat meer faciliteiten. Dus bijvoorbeeld een fitnesscentrum, een spa, een sauna. Dus als je daarvan houdt, dan is dit een prima keuze. Dat was eigenlijk wat ik wilde vertellen over Rwanda. Wat misschien nog wel goed is om te weten is, wanneer we een rondreis organiseren waarbij zo'n beetje de gebieden zijn inbegrepen die ik net heb genoemd, dan zou u moeten denken aan een dag of 11 dat u ongeveer onderweg bent. En wat uiteraard ook een hele goede optie is, en wat ook vaker wordt gedaan, is de reis uitbreiden met bijvoorbeeld Kenia of Tanzania, of de strandbestemmingen zoals Zanzibar. Dat is allemaal vanuit Rwanda heel goed mogelijk. Maar Rwanda op zich, als bestemming op zich, biedt het een heleboel. En heeft het eigenlijk alles in huis ook voor een complete rondreis. Ga ik even aan Femke vragen of er vragen zijn binnengekomen. Goedemiddag allemaal. Nou, bedankt voor het enorm enthousiaste verhaal. Er zijn een aantal vragen van de luisteraars binnengekomen. Is het nodig om je conditioneel voor te bereiden op de trekkingen, de gorilla-trekkingen? Op de gorilla-trekking. Er wordt vaak gezegd dat het wel nodig is om een goede conditie te hebben. Maar bij de gorilla-trekking is het zo dat je dus kan kiezen voor een lichte, een medium of een zware trekking. En als je kiest voor een lichte trekking, dan is dat ook vaak niet een hele lange trekking. Je weet het nooit van tevoren 100% zeker, maar daar wordt wel echt rekening mee gehouden. En die trekkingen die variëren van een uur tot een hele dag. Maar de gorilla-trekking, dat gaat vrij geleidelijk. Dus daarvoor is het niet per se noodzakelijk om helemaal topfit te zijn. Voor de chimpansee-trekking, dat vond ik echt een veel intensievere trekking. Waarbij je echt, dat ging ook veel sneller. Dan is er veel meer hoogteverschil. Ga je echt op en af en door de struiken worden zelfs de paadjes net voor je neus gemaakt. Dus daar is een goede conditie wel echt ook heel belangrijk. Maar echt voorbereiden door bijvoorbeeld lange wandelingen te maken, dat kan zeker geen kwaad. Maar het is ook weer niet zo dat het per se nodig is. Oké, dankjewel. En er was een vraag, is er kans op hoogteziekte? De gorilla's, de gorillatrekking, die vindt wel op grote hoogte plaats. Dus dat is zo'n beetje tussen de 2500 en de 3000 meter. En dus het is zeker belangrijk om daar rekening mee te houden. Ik had zelf ook bij aankomst in Rwanda wel direct daar wat, niet last van hoogteziekte, maar wel dat je merkt dat je wat kortademig bent en wat sneller hoofdpijn krijgt. Dus dat komt wel eens voor. Je bent ook wat sneller uitgeput. Maar echt hoogteziekte heb ik nog niet meegemaakt. Het kan wel, maar vaak is dat toch van, als je net nog wat hoger komt dan deze hoogtes. Oké, nou helder, denk ik. Ja, en een vraag die veel wordt gesteld ook als het gaat om Afrikaanse bestemmingen. Moet je malaria-tabletten slikken voor Rwanda?
Officieel komt er inderdaad malaria voor in Rwanda. Dus het advies is om inderdaad malaria-tabletten te slikken. Je kan je wel voorstellen op die grote hoogtes dat daar nauwelijks muggen zijn. Maar zeker voor de wat lager gelegen gebieden wordt dat aangeraden. En wij mogen daar zelf geen officieel advies in geven. Dus daarvoor verwijzen we altijd door naar een officiële instantie zoals bijvoorbeeld GGD. Oké, super. Nou, dat waren eigenlijk de vragen die ik in ieder geval zo met je wilde behandelen. Oké. Dus ja. Nou, dankjewel.